Bollebozen in Nederland opgelet. Heeft u altijd al mee willen doen aan een kennisquiz, dan is hier uw kans. Over enkele ogenblikken begint Multiple Choice, een nieuwe quiz van de EO. Wanneer u als telefoonkandidaat wilt meedoen, dan kunt u nu bellen naar 06-300-433. En ik herhaal dat nummer nog een keer, 06-300-433. Meedoen aan Multiple Choice kost 2 kwartjes per minuut. Belt u niet zomaar, want de vragen van Multiple Choice zijn pittig. Tot zo bij Multiple Choice. Dames en heren, goedenavond. Dit is dan de eerste aflevering van Multiple Choice, een nieuwe kennisquiz van de EO. Vanaf vanavond, 13 weken lang, omstreeks dit uur op deze zender. Multiple Choice, de naam zegt het al, meerdere antwoordmogelijkheden op 1 vraag. 30 vragen die alle terreinen bestrijken, maar 1 ding gemeen hebben. Ze zijn pittig en worden steeds moeilijker. U kunt thuis meespelen als u nu belt. 06-300-433. En ik herhaal dat nogmaals, 06-300-433. U krijgt dan toegang tot onze computer en let wel, meespelen kost u 50 cent per minuut. De winnaar van de telefoonkandidaten neemt het in de finale op tegen de winnaar in de studio. En het is degene die na 20 vragen het hoogste aantal goede antwoorden heeft gegeven. Ik vertel u nog dat wij gaan spelen voor een goed doel en dat is de opvang van dak- en thuislozen door het Leger des Heils. En hoe dat precies in zijn werk gaat, leg ik u later in dit programma uit. Genoeg gepraat, ik stel de kandidaten aan u voor. Het dichtst bij mij zit Fred Bulk. Fred, wil jij iets meer over jezelf vertellen? Mijn naam heb je al gezegd, ik ben 48 jaar. Ik heb 2 kinderen, een jongen en een meisje. En ik ben getrouwd, dat hoort er ook meestal bij. Ik ben senior projectleider afvalstoffen bij de provincie Noord-Holland. Wat houdt dat precies in? Dat betekent dat wij de plannen maken voor afval. Dus alle als gemeente 2 bakjes voor de deur krijgen en groente, fruit en tuinafval en andere afval moeten scheiden. Dan komt dat uiteindelijk bij ons vandaan. Heb je nog bijzondere hobby's die je kunnen helpen bij dit spel? Ja, puzzels oplossen, voetballen, schaken. Dus ik ben wel aardig bezig. Het gaat over alle mogelijke terreinen, zei ik net. Dus ja, dat moet lukken. Ik hoop het. Dick, wil jij jezelf voorstellen? Mijn naam is Dick Campagne. Ik ben finance manager bij een bedrijf wat doet in professionele communicatie. Dus je voelt je hier een beetje thuis, begrijp ik? Ja, een bepaalde herkenning zie je soms. Ja. Ik ben getrouwd, woon in Rauwveen, een dorpje tussen Zwolle en Meppel. Heb 4 jongens en speciale hobby, hardlopen denk ik dat genoemd mag worden. Maar ook lezen, ik lees heel erg veel. En puzzels, Freddy noemde het al, ook dat is een hobby. Het maken, zowel als het oplossen van moeilijke puzzels, vind ik ook wel een hobby. Goed. Nou, dat zal je zeker helpen in deze quiz. Ik hoop het. Ik moet nog even uitleggen aan u thuis en natuurlijk ook jullie hier in de studio, dat bij het beantwoorden van een vraag kun je heel even nadenken, 1 seconde of 3. Daarna hoor je een bel en dan moet er gedrukt worden. Dus wacht niet te lang, want dan zit je ernaast, dan telt je antwoord niet. We gaan het spel spelen. Als u er thuis klaar voor bent, jullie hier in de studio, vingers aan de knoppen. Hier komt de eerste vraag. Waarmee is de strijkstok voor een Stradivarius bespannen? Is dat 1 met mensenhaar, is dat 2 met paardenhaar of is dat 3 met varkenshaar? Het juiste antwoord is antwoord 2, paardenhaar. En daar is maar 1 goed antwoord uitgekomen. Ik werd goed geantwoord. Vraag 2. Hoe hard mag een bromfiets rijden binnen de bebouwde kom? Is dat antwoord 1 25 km per uur, is dat 30 km per uur of is dat 35 km per uur? En ik neem aan dat jullie beide autobezitters zijn, maar het juiste antwoord is 30 km per uur. En Fred, helaas daar zit je naast. Geen kinderen die brommen rijden? Gelukkig niet. Dat zal mijn dochter wel niet leuk vinden. Aha.
We gaan naar de volgende vraag. Wat is in Nederland de Senaat? Is dat 1 alleen de Eerste Kamer? Is dat 2 alleen de Tweede Kamer? Of is dat 3 de Eerste en de Tweede Kamer tezamen? En het juiste antwoord moet zijn antwoord 1. En dat hebben jullie beide goed geantwoord. Dat houdt de stand in dit geval gelijk. Vraag 4. Welk van de volgende woorden is juist gespeld? U ziet het woord gebrouilleerd en daar worden 3 mogelijkheden gegeven. En de juiste schrijfwijze van dit woord is nummer 3. En dat hebben jullie beiden goed beantwoord. Ik hoop dat u thuis dat ook wist. Vraag 5. Hoeveel vierkante centimeter is 1 hectare? Is dat 1 miljoen vierkante centimeter? Is dat 10 miljoen? Of is dat 100 miljoen? En het juiste antwoord is met enig rekenwerk antwoord 3. Je moet het heel snel doen in een hele korte tijd, ik geef het toe, maar antwoord 3 was echt de juiste. Jullie hebben het beide fout en dat betekent dat jullie toch nog steeds heel gelijk opgaan. We nemen voor het langste antwoord. Ja, het heeft inderdaad geen consequenties nog voor jullie. Nou, het langste antwoord zal je niet altijd helpen, vrees ik. Nee, dat is om mijn tegenstander in verwarring te brengen. Aha, is dat het? Het is tactiek, begrijp ik. Vraag 6. Wie heeft de wet van de zwaartekracht ontdekt? Is dat 1 Archimedes, is dat 2 Galilei of is dat 3 Newton? En dat moet zijn Newton. Dat hebben jullie beide goed. Stand is 4-4. Ik kan misschien nog vertellen dat Archimedes ontdekte in het bad de opwaartse druk en hij riep erbij Eureka. En dat weet bijna iedereen. Ja, had de zeep gevonden. En Galilei ontdekte, weet je dat misschien nog zo op te hoesten? Dat de aarde om de zon draait, inderdaad. Ja. Vraag 7. Jullie biologiekennis wordt getest. Een leguaan is een soort hagedis, een soort salamander of een soort slang. En antwoord 1 is het juiste antwoord. Beide goed gegeven. Vraag 8. Wie werd wereldkampioen bij het WK voetbal in 1982? Was dat 1 Argentinië, was dat 2 Italië of was dat 3 West-Duitsland? En met jullie sportliefhebberij moet je deze vraag zeker goed beantwoorden. Was Italië. En kijk, daar gaat toch iets fout. Fred, goed beantwoord. Dick? Ja. Weet je misschien nog waar ze werden gehouden of ook niet? Spanje, ja. Dat is inderdaad goed geantwoord. Vraag 9. Wanneer vond de eenwording van Oost- en West-Duitsland plaats? Was dat in oktober 1990 of november 1990 of december 1990? Het juiste antwoord is antwoord 1. Dat was om precies te zijn op 3 oktober 1990. Laatste vraag in de eerste ronde. Welk water werd volgens het Oude Testament in tweeën gedeeld om de Israëliërs te helpen? Was dat de Dode Zee? Of was dat het meer van Galilea? Of was dat de Rode Zee? Het juiste antwoord is de derde en dat hebben jullie beide goed beantwoord. Dat betekent een stand na de eerste ronde. Die wil ik nog heel graag even zien van jullie beiden. Kunnen we die nog even? Ja, kijk. Fred, 8 punten. Dick, 6 punten. Er is enig verschil, maar we hebben gelukkig nog een ronde te gaan. Interessant is te weten hoe u het thuis heeft gedaan, want u speelt inmiddels al even mee. Ik moet zeggen dat 67% van u thuis aan de lijn de vragen goed beantwoord heeft in de eerste ronde. En er is iemand thuis die 9 vragen goed beantwoord heeft. Dat betekent dat iemand u voor is. Wij gaan naar de tweede ronde. Vraag 1 in de tweede ronde. Welk van onderstaande lettercombinaties vormt de naam van een Europese hoofdstad? En daar ziet u hem. En ik probeer het uit te spreken. Penegoka, Sjoktkom of Slaikin?
En met enig zoekwerk hadden jullie Helsinki kunnen ontdekken. En dat is antwoord 3. Dat heeft Fred goed geantwoord. Ik kan nog zeggen dat het eerste antwoord net geen Kopenhagen is. En het tweede net geen Stockholm. Tot welke plantenfamilie behoort de aardappel? Is dat 1 tot de nachtschadeachtige, 2 de sleutelbloemachtige of 3 tot de vlinderbloemige? En het juiste antwoord is de eerste. Dat is overigens een wonderlijk gegeven dat zo'n giftige plant, want dat is het, nog zo'n eetbare knol oplevert. Jullie hebben het beide goed geantwoord. Prima gedaan. Hoe heet de huidige minister-president van Vlaanderen? Is dat 1 De Hane, is dat 2 Martens of is dat 3 Van den Branden? En het juiste antwoord, dat is 3. Ja, ik kan me voorstellen dat het een beetje verwarrend is. België. Inderdaad, van de federatie België. Ja. Bestaat België nog? Het is een federatie geworden, ja. En ze hebben beide een president, zowel Vlaanderen als Wallonië. Ja. We gaan naar de vierde vraag. Wie schreef de symfonie Eroica? Was dat 1 Beethoven? Was dat 2 Haydn? Of was dat 3 Mozart? En antwoord 1 is de juiste. Daar zat je naast, Dick. Muziek, je luistert weinig naar muziek? Nou, niet op een walkman als je aan het hardlopen bent? Nee. Vraag 5. Waar ligt de Honsbosse Zeewering? Ligt die bij Bergen aan Zee? Ligt die bij Callantsoog? Of ligt die bij Petten? En het juiste antwoord is antwoord 3. En ik weet niet of jullie ooit nog schoolreisjes hebben meegemaakt, maar die wilden nog wel eens gaan naar Petten. Mijn vrouw zal dat niet leuk vinden. Die hoort, jij dat niet die weet. Hoort bij de VVV in Noord-Holland. Aha, ja, dan vrees ik dat je toch iets later thuis moet kappen vanavond. Ja, dat zou ik maar doen. Het is misschien interessant om te weten nu thuis, we zijn halverwege de tweede ronde, thuis zit iemand die 13 punten heeft gescoord. En dat is flink, in de tweede ronde al. En 39% van de mensen thuis heeft in het totaal de vragen goed beantwoord. Wij gaan door naar vraag 6. Hoeveel dagen bevat een jaar volgens de Joods-orthodoxe kalender? Bevat die ongeveer 354 dagen of ongeveer 364 dagen of ongeveer 374 dagen? Het eerste antwoord is de juiste. Fred fout geantwoord, Dick goed geantwoord. En het is dan misschien interessant om te weten dat men in Israël inmiddels in het jaar 5733 is. Men ligt dus een eindje voor. Ik ben minder dagen in een jaar, telt sneller op. In een rechthoek trekt men 2 diagonalen. Hoeveel driehoeken zijn er dan in die rechthoek? Zijn dat er 4, zijn dat er 6 of zijn dat er 8? En dat moet je dan maar voor je zien te halen. Het zijn er 8 en dat is juist geantwoord, Dick. Er ontstaan namelijk ook nog een viertal grote driehoeken, behalve de kleine die je ziet in de diagonaal. Prima. Dat had je heel snel ook gezien, neem ik. Ja. Ja, goed. Volgende vraag. Je reist van Gibraltar over land naar Warschau. Hoeveel landsgrenzen passeer je dan minimaal? Zijn dat er 4? Zijn dat er 5? Of zijn dat er 6? En het juiste antwoord is 4. En dat hebben jullie geen van beide goed geantwoord. Ik zal nog even heel snel uitleggen hoe je dat... Ja, je moet de kaart nemen. Het langste antwoord. Maar ja. Dat is in dit geval is mislukt. Het is de kortste reis 4. Je gaat van Gibraltar naar Spanje, van Spanje naar Frankrijk, Frankrijk, Duitsland, Duitsland, Polen. Ja, ik zat best lang, hè? Je telt elke grens 2 keer, omdat je de douane aan beide kanten. Zal nog bij de Pyreneeën. Ja. We gaan naar vraag 9 in de tweede ronde. In welk jaar had Nederland gedurende 100 jaar een vrouw als staatshoofd? Was dat in 1980, in 1986 of in 1990?
En dat was in 1990. Fred, goed geantwoord. Score wordt daarmee 12 en Dick staat op 10 punten. Ik heb nog maar één vraag te gaan in de tweede ronde en die luidt als volgt. Wat was Gregor Mendel? Was hij een arts, was hij een monnik of was hij een chemicus? En antwoord 2 was het juiste antwoord. En opnieuw, Fred, je hebt die vraag goed beantwoord. Het brengt je op een score van 13 tegen 10. En dat maakt jou tot de winnaar hier in de studio, Fred. Dat betekent, Dick, dat je in ieder geval prima hebt gespeeld, maar dat ik afscheid van je moet nemen. Dat wist je van tevoren. Blijf droevig. Van ons in ieder geval een boekenbon om je eventuele kennis nog aan te vullen. En je kunt in ieder geval altijd opnieuw met de telefoon meespelen. Dat is één troost. Zeer bedankt voor je komst naar de studio. Wij spelen, ik zei dat al aan het begin, wij spelen voor een goed doel, namelijk het Leger des Heils. En daar spelen we 13 weken lang voor opvang van dak- en thuislozen door het Leger des Heils. We doen dat door aan het eind van de finale ronde ieder goed antwoord van de winnaar te belonen met 250 gulden. Deze bedragen doen we in een pot en over 13 weken moet er dan een fikse som geld in zitten. Geld dat hard nodig is. Kijkt u maar. Als het goed is, heb ik inmiddels iemand aan de lijn. Hallo, hoort u mij? En ik hoor nog niets, maar ik hoop dat de telefoonkandidaat mij in ieder geval al wel hoort. Fred, we wachten gewoon nog even op die telefoonkandidaat. Men is daarmee bezig. Vliet je mee? Ik heb de telefoonkandidaat voor jullie. Aha, daar is dan wel de telefoonkandidaat. Hallo, goedenavond. Hallo? Hallo, hoort u mij? Goedenavond. Ja. U bent rechtstreeks bij Multiple Choice. Hoe is uw naam? Jongejan. Jongejan. U heeft een voornaam, neem ik aan. Arend. Hoe zegt u? Arend. Arend, ja. Die van de roofvogel. Ja. U heeft 15 punten gescoord, dat is prima. Dat betekent dat u hoger heeft gescoord dan Fred hier in de studio. Oké, behoorlijk aan. Heeft u alleen gespeeld of heeft u een hele club mensen thuis zitten? Alleen mijn vrouw is aanwezig. Alleen uw vrouw was aanwezig. Heeft ze u geholpen of niet? Een enkele keer heb ik wel even haar stem gehoord. Je heeft ze wat laten horen. Dus u heeft het toch een beetje makkelijker dan Fred hier in de studio. Natuurlijk, ja. Goed, we gaan het spel spelen als u er klaar voor bent. Ja. Eerste vraag in de finale ronde. Stel, A is 1, B is 2 en C is 3. En ik wacht even tot u de vraag ziet. Die vraag komt nog niet. En daar is die wel. Goed, stel A is 1, B is 2 en C is 3. Welke waarde heeft dan het woord kassa? Is dat 51, is dat 61 of is dat 71? Mag ik antwoorden? U mag antwoorden. 61. Het juiste antwoord moet zijn 51 opgeteld. Wij gaan naar vraag 2. Tot welke stam van het dierenrijk behoort het Portugese oorlogsschip? Behoort dat tot de neteldieren? Behoort dat tot de platwormen? Of behoort die tot de sponsen? En u mag het antwoord geven. Tot de neteldieren. En ik geloof dat u een geluidje niet hoort waarin u moet kiezen. Dat is jammer overigens, maar u heeft het inderdaad juist geantwoord. De neteldieren is juist. Ik zie alleen geen score en dat is bijzonder jammer. Dus ik hoop dat jullie dat hier in de studio even bijhouden. Wij gaan naar vraag 3. Wie vermoordde in een drama van Shakespeare zijn vrouw uit jaloezie? Was dat 1. Hamlet? Was dat 2. Othello of was dat 3 Romeo? En wacht u even met het geven van uw antwoord. En wilt u nu het antwoord geven? Othello. En dat is het juiste antwoord.
En ik ga nu even overleggen, want ik merk dat de score inderdaad niet meer gegeven wordt. Thuis of twee? Prima, ik hoor dat men thuis twee, we zien het niet meer, dus dat is een beetje ongemakkelijk om te weten wie hoeveel heeft. Weten wij ook hoeveel Fred inmiddels heeft gescoord? Weten wij hoeveel Fred heeft gescoord inmiddels? Allebei 2 punten inmiddels. Ja, dat moeten we even weten, want anders weet u absoluut niet meer wie tegen wie speelt. Wij gaan naar vraag 4. Terwijl het 2-2 staat. Wie won op 14 februari 1993 de presidentsverkiezingen op Cyprus? Was dat Ralph Denktas? Was dat Glafkos Kliridis? Of was dat Georg Vassiliou? Ralph Denktas. En u gaf als antwoord, ik zie hem nu inderdaad verschijnen. Het juiste antwoord was antwoord 2. Wij gaan naar vraag 5 in de finale ronde. In 1992 kocht het Rijksmuseum een schilderij van Rembrandt. Hoe heet dit schilderij? Was dat 1 de Amsterdamse koopman Nicolaas Ruts? Was dat de dichter Jeremias Dekker? Of was dat het portret van Johannes Uitenbogaert? De Amsterdamse koopman Nicolaas Ruts. En het juiste antwoord helaas was het portret van Johannes Uitenbogaert. Dat betekent dat Fred in dit geval scoort. Vraag 6. Hoeveel flesjes van 25 milliliter kan men geheel vullen uit een blik van 480 kubieke centimeter? Zijn dat er 18, zijn dat er 19 of zijn dat er 20? En het juiste antwoord moet zijn 19 flesjes. Dat hebben jullie geen van beiden goed beantwoord. Wanneer vond de overwintering plaats op Nova Zembla van Heemskerk en Barents? Was dat in de winter van 96-97, van 1609 op 1610 of van 1621-1622? 1609-1610. Het juiste antwoord helaas was antwoord 1. Dat betekent dat Fred hier in de studio opnieuw gescoord heeft. En de stand is nu 2-4. Dat wil zeggen dat er thuis, dat er hier 4 punten gescoord zijn. Even los van wat u op het scherm zag. En dat er thuis 2 punten gescoord zijn. We gaan naar vraag 8. Een adiabatisch proces is een toestandsverandering van de geen drukverhoging, geen volumeverandering of geen warmteuitwisseling. Zonder warmteuitwisseling. En dat is juist geantwoord. Antwoord 3 is juist. Dat betekent dat u thuis een punt scoort. Wij gaan naar vraag 9. U heeft nog 2 kansen beide. Wie werd koning van Judea na de dood van Herodes de Grote? Was dat Archelaus? Was dat Philippus? Of was dat Herodes Antipas? Herodes Antipas. En het juiste antwoord is Archelaus in dit geval. Helaas, Arend. Nog 1 vraag. Wie was de vader van Karel de Vijfde? En ik wacht even tot de vraag verschijnt. Was dat 1 Philips de Lange? Was dat 2 Philips de Schone? Of was dat 3 Philips de Stoute? Philips de Schone. En dat was juist geantwoord. Ik wacht nog even af wat Fred antwoordt. Die zegt, Fred, je moet het even zeggen, denk ik, want ik zie je niet verschijnen. De Schone had ik ook ingezet. Ja, uitstekend beantwoord. Nou kijk ik even naar de score, want die is inmiddels op het monitor niet goed meer te zien. Studio, ik zie hem nu. Studio 5 en thuis 4 vragen. Arend, ik moet helaas je vertellen dat het net niet is gelukt. Nee, ik begrijp het. Ik zie ook de stand heel duidelijk voor me. Ja, het is ontegenzeggelijk waar. Mag ik je heel erg bedanken voor zo lang aan de telefoon blijven. Je hebt in ieder geval prima gespeeld. Van alle 100 kandidaten bleef je over. Bedankt voor het meespelen. Jij krijgt van ons een boekenbon. En ik hoop dat je de volgende keer weer meedoet. Bedankt. Oké, bedankt en veel succes verder. Dankjewel. Frit, op de valreep toch nog gewonnen. De techniek liet het hier en daar een beetje afweten. Maar je score is wel prima bijgehouden. Ja, je deed absoluut mee. Want men kan toch zien wat je uiteindelijk drukt. Prima. Je hebt het prima gespeeld. Dat betekent dat we jou volgende week
terugzien. Van ons ook een boekenbon, die krijg je zo meteen na de uitzending. In ieder geval bijzonder bedankt voor het meespelen en ik zie je graag volgende week weer terug. Ja, bedankt. Dames en heren, u heeft nu het programma gezien. Als u nu denkt, dat weet ik ook, dan kunt u zich opgeven als kandidaat door een briefkaartje te sturen naar Multiple Choice, postbus 225, postcode 3740 AE in Baren. Voor nu bedankt voor het kijken en ik zie u graag volgende week terug. Dezelfde tijd, dezelfde zender en ik hoop met een hele computer. Tot ziens.